Ja, nou, het is iets anders geworden. Die spanning van die wedstrijd die gaat hier ook wel degelijk komen. Misschien iets minder frequent. Maar ik leef in het hier en nu. En ik ben heel enthousiast geworden van de keren dat ik Jong Oranje heb gecoacht en getraind. We hebben daar goede gesprekken over gevoerd hoe mijn job dan eruit gaat zien. En uiteindelijk ben ik daar voor 100% klaar voor en heb ik daar zin in. Ja, gechargeerd, de baas van de jeugd van PSV naar zeg maar de hoeder van de grootste Nederlandse talenten. Dat is een overstap met een hoop raakvlakken en verschillen. Ja, nou, dat is mooi geformuleerd, Paul. Ja, dat klopt. Is dat iets wat je ligt? Jonge talenten benaderen, beleven, dingen, handreikingen toedichten, ze nog beter maken? Ja, langzamerhand heb ik er ook van een hoop ervaring in het werken met jonge mensen. Dus dat is zowel zo bij een Eredivisie club als bijvoorbeeld PEC, maar ook zeker bij PSV natuurlijk. En het leuke vind ik om de jonge jongens kans te geven, ervaringen te delen. Maar ook te helpen een laatste stapje naar hopelijk een hele mooie carrière. Komt er een mooie toekomst aan? We leven nou een beetje in mineur als het over Oranje gaat. We moeten het van jouw lichting hebben. Ja, nou, dat is wat overdreven. Maar nou, natuurlijk komt er een mooie lichting aan. Want Nederland heeft altijd goede lichtingen. Het is nooit zo dat er een slechte lichting of iets is. Het gaat alleen om van hoe gaat het lukken om alle talenten ook om te zetten in rendement in wedstrijden. En dat is de laatste paar cycli van Jong Oranje niet zo goed gelukt. Er zijn verschillende oorzaken voor. Nou, aan mij, aan ons. Om daar dit jaar een andere draai aan te geven. En dit is natuurlijk in de gesprekken naar voren gekomen die je hebt met Van Breukelen en ook met Danny Blind. Om te kijken hoe we een manier kunnen vinden waarop we het grootste rendement kunnen halen uit die talenten. Nou, daar heb ik wel verduzie in. Ja, laat je de boel bij PSV met een gerust hart achter? Ja, maar dat doe ik eigenlijk nu al. Dus op dit moment zijn we al helemaal aan het doorspreken hoe het volgend jaar eruit moet zien. Spreek alle zaken door met Pascal en met Marcel. Daar hebben we nu vanmiddag ook een sessie over gehad. Nou, ik vind dat het hier op het moment aardig op de rit staat, ook qua jeugd betreft. En het mooiste voorbeeld gaan we vanavond denk ik zien hier achter ons. Ja, tot slot, van Oranje, Jong Oranje, het grote Oranje moeten we toch vooral van Ajax, Feyenoord en PSV hebben. Kun je 2-3 namen bijvoorbeeld van PSV eens noemen die we in de toekomst bij Jong Oranje en daarna in het grote Oranje gaan zien? Ja, dat kan ik wel doen, maar dat doe ik op dit moment niet, want dat zou ik andere jongens tekort doen. Dus straks is er een selectie in maart, want dan gaan we naar Spanje voor de eerste week voor de komende cycli. Nou, dan zijn er 22 jongens en dan staan er ongetwijfeld 3 PSV'ers bij. Ja, zien we vanavond een potentiële aanstaande international? Vanavond in zo'n wedstrijd, in zo'n achtste finale Champions League Youth, dat zijn allemaal potentiële internationals. Tot slot, één woord, PSV. Geweldige tijd.